19 april 1959. Een dag die het 13-jarige Amsterdammertje Harry Roosendaal niet gauw zal vergeten. Kom je? Ja, kom dan. Harry's 12-jarige vriendje, Gerry de Goede, zal ook nog vaak over deze dag praten. In het Olympisch Stadion zijn de jongens kind aan huis, want ze zijn beiden lid van het Amsterdamse Blauw-Wit dat hier zijn domein heeft. Vooral op deze dag willen de jongens netjes voor de dag komen, want ze weten dat 65.000 paar ogen op hen gericht zullen zijn. Even later kijken ze zelf hoog op tegen de 22 Belgische en Nederlandse voetballers die in het stadion de 88ste derby der Lage Landen zullen spelen. Het Belgische elftal dat vandaag in het stadion aan het werk is, blijkt aanzienlijk sterker te zijn dan in de laatste wedstrijden. De voorhoede maakt het de Nederlandse defensie al direct zo lastig dat onze halfspelers meermalen moeten bijspringen. Actief als altijd komt linksbuiten Moulijn de bal vaak zelf halen om een Nederlandse tegenaanval in te leiden. Ook op de Belgische helft ontstaan nu en dan bijzonder gevaarlijke momenten. Voordat er 10 minuten voorbij zijn, scoren de Rode Duivels uit een vrije schop een doelpunt dat echter wordt afgekeurd. De Belgische illusie van een snelle voorsprong gaat daarmee in rook op. De wedstrijd is al geruime tijd aan de gang voordat Gerry de Goede mag doen wat van hem verwacht wordt. En hij doet dat prima. De Belgen worden pas tegen het eind van de eerste helft beloond voor hun betere spel met een doelpunt van linksbinnen Wegria. Onze ballenjongens accepteren deze teleurstelling heel sportief. Na de rust begint het oranje elftal een vrij langdurig offensief dat echter niet tot resultaten leidt. Vooral door toedoen van keeper Van der Stappen, wiens werk met bewondering gevolgd wordt, onder andere door Leo Halle. De gelijkmaker ontgaat Nederland als Tellin een schot van Rijvers juist voor de doellijn weghaalt. Even later krijgt Lenstra een goede schietkans, maar weer weet Van der Stappen te redden. Bij een van de scherpste uitvallen van de Belgen is dan plotseling de jeugdige debutant Goeivaert van zijn recht buitenplaats naar links gezwenkt, van waar hij de Munk uit een moeilijke hoek passeert. De Belgen komen na dit succes nog vele malen met goed samenspel terug, maar de Munk kan, zij het niet zonder moeite, zijn doel verder schoonhouden. In de 27e minuut komt Nederland aan een fortuinlijk doelpunt wanneer Lenstra een fout van Van der Stappen afstraft. In het veld is men minder enthousiast dan daarbuiten. Met nog ruim een kwartier te spelen probeert Nederland de ditmaal betere Belgische ploeg een gelijkspel af te dwingen. De verdediging van de Rode Duivels verliest haar zekerheid. De Nederlanders daarentegen, geruggesteund door het enthousiasme van de tienduizenden op de tribunes, krijgen steeds meer zelfvertrouwen. 10 minuten weet de Belgische achterhoede stand te houden. Dan schiet Van der Linden de bal na een combinatie met Rijvers hoog in het net, waardoor de stand 2-2 wordt. Nog is de oranje ploeg niet tevreden, maar verder dan een gelijk spel weet men het toch niet te brengen. Ondanks het feit dat 8 minuten voor het einde een der Belgische spelers door de Franse scheidsrechter Guigue van het veld wordt gezonden. Een incident dat een hele oploop veroorzaakt. Het blijft dus 2-2. Over het spel van de Nederlanders, met name dat van Abel Enstra, hadden de ballenjongens na afloop zo hun eigen mening. Ja, elkaar kan niet hard lopen, hè? Nee. Als je hard kan lopen, dan maakt hij wel meer doelpunten. Hij is wel technisch hoor. Harry Roosendaal vatte tenslotte zijn oordeel over de strijd in de volgende kernachtige bewoordingen samen. Nou, ik voel me niks aan, want ik heb geen bal gehad. Ik kan niet meer wat te doen gehad hoor.